Welkom bij de Energy Joy and Beyond podcast. Mijn naam is Lisette Lucas en dit is de plek waar je alles leert over energie, intuïtie, je onderbewuste persoonlijke transformatie, blokkades doorbreken, manifestatie en het shiften van je vibe naar Energy Joy en daar voorbij. Alles aangereikt vanuit de Frequentie van Joy speciaal voor jou. Je krijgt tips, tools, gratis downloads en bergen informatie waar je direct mee aan de slag kan. Geweldig dat je luistert. Podcast 107. Activeer jezelf en stap in je soulful leiderschapkracht, want jouw tijd is nu. Plus, ik bied je een unieke kans. Vraag aan jou, is dit herkenbaar? Je wilt meer doen en eruit halen wat erin zit, maar hoe? En je bent er inmiddels ook achter, het lukt niet alleen. In deze podcast ontdek je ontwaak jouw soulful leider... Die hier is voor een krachtige reden, zodat jij eindelijk kan doen wat je echt voorbestemd bent te doen en je hart en ziel overlopen van dankbaarheid voor deze unieke mogelijkheid die je is gegeven. Want na deze podcast weet je zeker, jouw tijd is nu. De show notes van deze aflevering vind je op wwwlizetelucascom 107 en extra tip: download gratis mijn Lisette Lucas app in de Apple App Store of de Google Play Store. En hier vind je alle gratis downloads, tools en tips, en ook mijn exclusieve academie. Van harte welkom bij podcast 107. Ik ga jou vertellen: jij bent hier voor een reden. En nee, niet alleen hier nu bij mijn podcast, maar jij bent hier op aarde in fysieke vorm voor een reden. En de reden voor deze podcast is dat ik jou wil laten weten dat jij jezelf kan activeren. Activeren om aan te gaan. Om voluit jezelf in beweging te zetten. Om krachtig die reden te leven. Nu. Ja, en nu hoor ik je denken: reden, ja. Maar wat is die reden dan echt? Nou, dan kan ik zeggen, inderdaad, goede vraag. En ik kan je nu ook al vertellen. Het kant-en-klare antwoord ga je daarop helaas niet krijgen. Want dat antwoord moet je zelf laten ontvouwen. Oké, okay, volgende vraag. Hoe? Hoe doe je dat? Nou, heel simpel. Door iedere dag stappen te zetten in de richting waartoe jij je voelt aangetrokken. Want jouw soulself of jouw ziel, jouw innerlijk weten, jouw intuïtie, jouw hogere zelf, jouw gut feeling. Dat deel van jou weet de weg. En ik noem het zelf, zoals ik al in eerdere podcasts heb verteld, the architect's plan of the soul. Oftewel het prachtige ontworpen plan van jouw ziel om zich te evolueren hier op aarde. Om te groeien, leren en bovenal op jouw unieke, authentieke wijze, alleen zoals jij dat kan, bij te dragen aan het grotere geheel. Maar, ja, daar is een maar. Helaas komt niet iedereen heel gemakkelijk bij dat leven van het echte plan van de ziel. Waarom niet, hoor ik je nu denken. Heel simpel ook weer. Door blokkades. Ja, inderdaad, daar zijn ze weer, de rode draad door mijn hele podcastserie. Dus ik ga je iets helder maken. Zolang jij niet intern aan je blokkades, oude patronen en gedateerde overtuigingen werkt, zolang jij niet die oude. Sorry voor het woord, maar dat is het. Die oude shit opruimt. Zal er niets veranderen? Blijf je in die oude visieuze cirkels bewegen en blijf je balen dat velen om je heen het zo fantastisch doen en jij, tja, gaat weer geloven in die gedachte van, ah, het zal wel niet voor me zijn weggelegd of, ja, ah, dat, dat kan ik allemaal niet. Dan zeg ik meteen, stop! Stop en doorbreek onmiddellijk die gedachte. Want die gedachte is namelijk niet waar, sterker nog, dat is klinkklare onzin. Alles is namelijk voor jou weggelegd. Alles is beschikbaar voor je. Er is genoeg voor iedereen en jij kan alles creëren en manifesteren wat je maar wilt. En jij kan nu kiezen om in de energie van overvloed te stappen. En jij kan nu kiezen om voor goed het oude achter je te laten. Want je bent niet je story. Je bent niet je verleden. Je bent niet de overtuigingen en patronen van anderen. Want wat je wel bent, is een pure powerbron van essentie. En vanuit die kracht, die pure levenskracht, die life force, kan je alles in beweging zetten. En het enige wat je hoeft te doen is activeren. Ja, jezelf activeren. Dus. Maak nu die keuze om voorgoed te shiften. Om jouw inner soulful leader te activeren. Vanuit diezelfde kracht die ook het universum draaiende houdt. Onzichtbaar, maar zo intens voelbaar. Vanuit die power, vanuit die kracht ontstaat namelijk alles. Dus goed nieuws, ja? Het universum huist ook in jou. Hoe weet ik dat? Nou, heel simpel. We zijn allemaal gemaakt vanuit diezelfde sterrenstof. En ja, vanuit die kracht wordt het magische manifesteren mogelijk. Maar helaas, zoals ik al zei en zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt, dat gaat niet vanzelf. Dus het is aan jou. De keuze om jouw soulful leader, jouw leider, vanuit jouw pure zielskracht en essentie... Een stap naar voren te laten zetten. En eerlijk, daar gaat het bij de meesten al mis. Want ze zijn vaak bang voor hun eigen kracht en kunnen. Want stel je voor dat ik mijn soulful leader omarm, erken, voel en dan naar voren laat stappen. OMG, wat zullen mensen wel niet vinden en denken? Stop, stop, zeg ik meteen weer. Patroontje, dat patroon steekt meteen weer de kop op. Dus ga dat herkennen, ga dat erkennen en doorbreek het, clear het en weg ermee. Want dat ben jij niet, dat is je oude programmering. Tijd om je nieuwe programmering te activeren. Nu meteen. Oké, okay, hoe doe je dat? Ook weer heel simpel: door dagelijks te werken aan die lagen die niet van jou zijn. En door vervolgens je mind te upgraden. En misschien terwijl je dit hoort klinkt dat als heel veel en vermoeiend. Maar dat is het absoluut niet. Want je doet dat werken aan die oude stukken gewoon met je ogen dicht. In een heerlijke, diepe staat van ontspanning. <laughs> ja, en jeetje, denk ik nu eigenlijk zelf. Als ik het zo vertel, waarom doet dan niet iedereen dat? Nou, helaas, omdat de meeste mensen slapend door het leven gaan. En niet zozeer echt slapend met hun ogen dicht, maar wel slapend omdat ze geloven dat ze hun oude programmering zijn. Ze lopen rond als een van die eerste computers die ooit op de markt kwamen: zo'n hele oude Macintosh, die grote vierkante kast of zo'n eh, IBM-computer met zo'n flopje erin. En uiteraard zonder ingang voor de nieuwste usb c -port of de Bluetooth-connectie, geen airdrop-mogelijkheid. Dus ze geloven daadwerkelijk dat het niet mogelijk is om te veranderen. Ze geloven daadwerkelijk dat het niet mogelijk is om te upgraden naar de beste versie van zichzelf. Dus laat staan dat ze geloven dat er een krachtige soulful leader intern huist die een krachtige boodschap heeft te delen met en voor de wereld. Nou, dat noem ik dus slapend. Onbewust voor de oneindige mogelijkheden van de soul zelf. Daar nog meer goed nieuws? Jij luistert dit nu. Gelukkig dus. Jij kan nu ook nooit meer zeggen dat je het niet wist. Nee, en je kan je er ook niet meer achter verschuilen, want vanaf nu ligt jouw lot in je eigen handen. Uh-uh, no more excuses. Geen verhalen meer om je achter te verschuilen. Het updaten van je oude programmering en interne software is namelijk altijd mogelijk op ieder moment. En het deleten van die oude. Ja, shit. En BS, belief systems, dat kan je ook meteen doen. Weg ermee, goed uit je systeem. In de prullenbak, hup, lege die bak. goed geschredderd, verleden tijd en weg. En ik kan je vertellen en beloven. Ga jij dagelijks stappen zetten? Ga jij dagelijks aan jouw programmering werken? Dan zal binnen één maand je leven er volledig anders uitzien. Dan zal je je anders voelen. Anders bewegen, anders ademen, anders naar de wereld kijken. En ja, ook anders naar jezelf kijken. Echt waar, je zal een vrijheid, rust, rijkdom en dankbaarheid ervaren die je al zo lang zocht. Zo simpel kan het zijn. Maar nogmaals, inderdaad, het gaat niet vanzelf. Discipline en dagelijkse stappen zijn noodzakelijk. Consistentie en actie zijn de ingrediënten. Dus je begrijpt nu ook wat ik de afgelopen jaren heb gedaan en toegepast. Ja, juist. Yes, dus al dit voorgenoemde. Dagelijks. Ik leef het, ik adem het. En het heeft mijn leven voorgoed veranderd in de meest positieve zin van het woord. En één ding weet ik zeker: als ik het kan, kan jij het ook. Dus activeer jouw soulful leader. Unleash hem of unleash haar. Bevrijd hem of bevrijd haar. Doe het nu, want je bent het waard. Je bent het zo, zo waard. En zoals je weet, als je vaker mijn podcast luistert, heb ik een krachtig ontwikkelingstraject ontwikkeld voor iedere fase. Van fase 1, voor die eerste stappen van ontwaken op persoonlijk en energetisch niveau, naar fase 2, voor het activeren van je innerlijke krachten en potentieel, en dan naar fase 3, waar je klaar bent om jouw soulful leader te laten ontluiken zodat dat powerdeel van jou, die powervrouw, die powerman vanuit de pure, authentieke kracht met de magische sparks van energie die ook het universum laat draaien, zodat het echte deel van jou kan shinen als nooit tevoren. Precies zoals het is voorbestemd. Volgens de Architect's Plan of the Soul. Volgens het pad van jouw ziel en essentie. En nu heb ik goed nieuws, want je kan vooraan starten, maar je kan ook de fastlane nemen. En de fastlane is voor diegene die voelt in iedere vezel en cel van zijn of haar zijn, nu op dit moment, ja, ik wil, dit ben ik, ik wil mijzelf activeren nu. Als je dat voelt nu, onthoud dit gevoel, dit moment. Dat heeft een reden. Maar hiervoor bied ik mijn persoonlijke exclusieve begeleiding aan. Maar liefst één jaar lang zodat jij een 24/7 hotline en persoonlijke shine line met mij hebt zodat jij stapje voor stapje kan activeren op een veilige maar super krachtige manier onder mijn persoonlijke begeleiding mijn energetische expertise en uiteraard mijn business expertise met al mijn bewezen tools en systemen dus je zult begrijpen ik heb maar een heel beperkt aantal plaatsen in mijn meest exclusieve programma beschikbaar dit is mijn Platinum Alignment programma. En dit is echt voor diegene die all in wil gaan. Die het beste uit zichzelf naar voren wil halen, onafhankelijk van waar je nu bent. Dus ja, ook als je helemaal aan het begin van jouw ontwikkeling, transformatie en ontwaken staat. Waar je ook bent op jouw tijdlijn, fase 1, 2 of 3. Ik ben er voor jou één jaar lang. Volledig in tune en afgestemd op jouw persoonlijke behoeften. Ben jij dit? Voel je een ja, dat gevoel wat je net voelde. Stuur me dan een e-mail naar info.lizettelukas.nl met het woord platinum, oftewel platina. Of stuur me een DM met het woord platinum via mijn Instagram en de Instagram handle is at en dan kletsen we daar gewoon één op één verder. Ik zal ook alles hierover in de show notes zetten van deze podcast op wwwesetelukas.com slash 107. Als dit voor jou is, dan weet ik zeker dat jij alles in beweging zou zetten om dit jaar met mij mogelijk te maken. Waarom weet ik dat? Nou, omdat dit verder reikt dan het verklaarbare en zichtbare. We halen jouw interne universum naar voren en ik weet dat jij het universum in beweging zou zetten om alles mogelijk te maken. Wanneer dit resoneert met het diepste deel van jou, en wellicht begrijp je dit interne gevoel of deze soulpool of aantrekking of behoefte niet eens? Maar dan kan ik uit ervaring spreken en zeggen: luister ernaar en handel ernaar. Zet die stap. Hoe spannend en nieuw en eng ook. Het zal life-changing zijn en je zal nooit meer achterom hoeven kijken. Dus nogmaals, stuur die e-mail, die DM, rijk uit en dan bekijken we samen wat de beste optie is voor jou. Je kans is nu. Grijp het, zou ik zeggen. Want anders doet iemand anders het en ja, vol is vol. Dus pak je momentum. En dat is die energetische flow van succes in het nu, van waaruit alles kan ontstaan. Kies voor jezelf. Juist omdat je het zo, zo waard bent. Nu en altijd. En nog even als aanvulling. Omdat ik zelf HSP'er ben, hoogsensitief ben en introvert, wil ik mijn groepen zo klein mogelijk houden. Dat werkt gewoon voor mij het beste en het fijnste. En dan kan ik op die manier ook zoveel mogelijk persoonlijke aandacht geven. Dus hier heb ik dan ook mijn hele business op aangepast. En ik ben super dankbaar en blij dat mijn podcast zich verspreidt als een lopend vuurtje over internet. Maar daarom pas ik gezien de hoeveelheid aanvragen die ik krijg, wel mijn tarieven aan zodat het blijft passen bij mijn persoonlijkheid en mijn manier van werken, coachen en trainen zoals ik het het liefste doe. Dus ik zou zeggen: wees er snel bij voordat de investering stijgt nogmaals. Jouw tijd is nu. Yes, wauw! Wat een krachtige, energetische en geïnspireerde input krijg ik vandaag weer door. Ik voel ook dat ik steeds krachtiger mag worden in het activeren van jou. En aan de andere kant, bij podcast 107, mag het ook wel, toch? Want ja, zoals je inmiddels hebt begrepen: Dit is mijn Soulful Leader, die jouw Soulpower, jouw kracht en leiderschap aanroept. Of eigenlijk wakker schudt. Want je bent zo, zo nodig. En dat is mijn taak en missie in dit leven: jou helpen ontwaken, activeren en stimuleren om vervolgens hetzelfde te doen. Dus ik zou zeggen: Let's go! En nee, nu niet gaan overdenken. En uh, ja, maar uh, dat is die oude programmering. Daarom zei ik: onthoud dat gevoel. Ja, overschrijf die oude programmering direct. Vertrouw altijd op dat eerste gevoel van je soul-zelf binnen drie secondes. En dan zeg je tegen jezelf: nieuwe programmering aan nu. Mail me, DM me en ik zie en spreek je heel graag snel. Dank je wel voor het luisteren. Hele dikke knuffel van mij. En nogmaals, tot snel. Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Energy Joy and Beyond podcast. Mijn naam is Lisette Lucas. Heel graag tot de volgende aflevering. Borden vol tips, tools en gratis downloads speciaal voor jou. En onthoud, iedere keer als je oprecht lacht en het diep, diep van binnen voelt, dan vibe je op de frequentie van Energy Joy. De joy vibe die deuren voor jou opent. Dus blijf lachen, blijf in tune en shift.